Terwijl president-elect Donald Trump de ene na de andere benoeming in zijn toekomstige kabinet bekendmaakt, speelt zich op de achtergrond een titanenstrijd af. Wie wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken? Serieus kanshebber lijkt deze Mitt Romney, want hij mocht als één van de weinigen op audiëntie bij Donald Trump. Het lijkt zo gezellig, maar er is heel veel aan de hand hier. Dit is om meerdere redenen uiterst merkwaardig. Onno, vertel. Ja, deze beelden, als je mij 3 maanden geleden had gevraagd, zou deze beelden waar zijn, had ik gezegd, nee, dit is fake. Mitt Romney, een van de grootste criticasters van Trump tijdens de hele presidentskandidaatscampagne, heeft zich in alle toonaarden uitgelaten tegen Trump. Kijk maar eens wat hij in maart nog zei. Now Donald Trump tells us that he is very, very smart. I'm afraid that when it comes to foreign policy, he is very, very not smart. Donald Trump is a phony, a fraud. His promises are as worthless as a degree from Trump University. Ja, die laatste was ook wel onder de gordel en zo ging het ook. Moet je me nagaan, dit zijn dus twee grote namen uit de Republikeinse Partij, de Grand Old Party. Trump reageerde op Mitt Romney toen door te zeggen dat hij hem een loser vond, een failed candidate. Hij had ook feitelijk niet helemaal ongelijk, want Romney verloor de presidentsstrijd, weten we misschien niet meer, in 2012 van Obama. En hij was toen de kandidaat van de Grand Old Party. En ja, hij is natuurlijk een failed candidate ook in deze campagne. Maar Onno, wat ik niet begrijp, als dit de verhoudingen zijn, waarom zou Trump hem dan überhaupt overwegen voor zo'n belangrijke functie? Ja, hij heeft te maken met die vreselijke partij die hem naar voren heeft geschoven als president. De Republikeinen en het establishment in die partij, ja, die vinden Romney de ideale man om de scherpe kantjes van die Trump, die rare Trump, af te halen. Je moet je voorstellen, minister van Buitenlandse Zaken is natuurlijk het gezicht van de Verenigde Staten over zee. Dat is een hele gewilde post. En Romney zou een hele gematigde kandidaat zijn. Dus dat komt de partij goed uit. Dat maar gaat elkaar een balans mee. Dat zou een soort balans opleveren. En de kiezers van Trump, die willen wellicht iemand heel anders. Ja, nee, je hebt dus zowel binnen de partij als ook op straat, die boze Amerikanen waar het de laatste tijd zoveel over gaat, die zien het liefst die hele Mitt Romney niet. En ze hebben natuurlijk wel enige recht van spreken, want het was gewoon de totale nemesis. Wie willen ze wel dan? Zij denken aan een hele andere. Zij denken aan deze man, Rudolph Giuliani, de burgemeester van New York City. Je kent 9/11, hem wel. Tijdens 9/11, 11 september 2001. Razend populair ook geworden. In 2008 ook zelf presidentkandidaat geweest. Alleen dat was nog minder een succes dan wat Romney in 2012 overkwam. Want uiteindelijk ging in 2008 McCain het gevecht aan met Obama. Hij is een Trump-fan, die Giuliani. Vanaf april in de campagne, als je een moment moet markeren. Echt, daar ging hij vol op het gas. En kijk maar eens eventjes. Hij heeft zich uitgesproken voor Trump, uiteraard, in alle toonaarden. Er is alleen een probleem. Kijk maar eventjes. Kijk gewoon even mee. What happened to there's no black America, there's no white America, there is just America! What happened to it? Where did it go? How was it flown away? This is a man with a big heart who loves people, all people, from the top to the bottom, from the middle to the side. Vote for Donald Trump, for a safer America, and for an America headed in a different direction. Greatness! Het is misschien niet helemaal heel handig. Hè? Ja, het was een beetje. Ik had dit nog niet eerder gezien. Het is een beetje een oude man geworden. Hoe heette die man ook weer? Die vroeger Microsoft. Die Ballmer, die Steve Ballmer. Die een beetje uit zijn plaat gaat als hij een nieuwe versie van, wat was het, Microsoft Windows lanceerde. Nou, zo komt deze Giuliani ook op. Maar het kan nog gekker, Eliane. Dit is dus, even onthouden, de burgemeester tijdens 9/11. Moet je eens kijken wat hij daarover zegt. Under those 8 years, before Obama came along, we didn't have any successful radical Islamic terrorist attack in the United States. They all started when Clinton and Obama got into office. Ja. Maar dit kan Trump toch niet serieus overwegen? Nee, ja, dit is dus heel wonderlijk. Maar wat gaat hij doen?
hij trekt zijn eigen plan. Dat doet hij altijd. Dus hij wacht. Het duurt wel een beetje lang. Normaal is zo ongeveer zoveel dagen na die verkiezing van de president is die functie wel ingevuld. Het is een belangrijke functie. Het is een twistpunt, kunnen we hieruit concluderen. Ja, de Republikeinse Partij is nog steeds in verwarring. En dat is een slechte zaak. Maar ik denk dat over het weekend we wel nieuws kunnen krijgen. Onno Aarne, dankjewel.